Mevrouw de voorzitter, het is ijskoud in Nederland. De eerste sneeuw is al gevallen. Het is ijskoud in miljoenen huizen. Meer dan de helft van de Nederlanders durft de verwarming niet aan te zetten. De kachel blijft uit en dan is de winter nog niet eens begonnen. Mensen zetten hun verwarming niet aan omdat ze het niet kunnen betalen en de rekening vrezen. En ze krijgen amper hulp van dit kabinet. Een schamele 190 euro nu en pas volgend jaar een prijsplafond dat ver onder de maat is en er al lang had moeten zijn. Voorzitter, dit kabinet leeft losgezongen van de werkelijkheid. Ze moeten zich kapot schamen dat ze de basisbehoeften als een warm huis en een volle tas met boodschappen niet meer kunnen garanderen voor de gewone Nederlanders. We lijken wel een derde wereldland. En ondertussen worden asielzoekers hier massaal gepamperd met gratis onderdak, gratis verwarming, gratis zorg, gratis eten. Alles is gratis voor ze. Wat zijn dat voor hun prioriteiten? Voorzitter, ik ga iedere week met collega's naar mensen toe in het land die het niet meer redden. Die hun energierekening en boodschappen niet meer kunnen betalen. En proberen ze een beetje te helpen. Door volle boodschappentassen voor ze mee te nemen. Maar het is met geen pen te beschrijven wat je dan tegenkomt. Mensen met jassen aan in huis, in ijskoude huizen en lege koelkasten, met kinderen die verkleumen van de kou. Ze hebben tranen in hun ogen van onmacht en pijn. En ik vraag het kabinet deze mensen te helpen. Financieel te helpen. Er is geld genoeg als je het maar goed gebruikt. Dus kap maar even met die gratis miljarden voor klimaatbeleid en asielzoekers. Dit is Nederland, mevrouw de voorzitter. En onze mensen verdienen als eerste uw hulp, meneer de minister. Dank u wel. Meneer Wilders, het woord is aan de minister. Ja, dank u wel, voorzitter. En uiteraard heb ik veel begrip voor de zorgen over de hoge energierekening, de heer Wilders hier verwoord. En heel veel Nederlanders hebben daar natuurlijk mee te maken. Ik zou graag één klein stapje terug willen doen, want wat is nou de oorzaak eigenlijk van de energiecrisis waar we in zitten? En dat is de oorlog van Rusland in Oekraïne. En Rusland die gas ook als strategisch wapen inzet. Voor de oorlog kwam nog zo'n 40% van het gas in Europa uit de Russische Federatie. En dat neemt nu heel snel af richting nul. En energiebesparen is daarom noodzakelijk om zo snel mogelijk onafhankelijk te worden van dat Russisch gas. Dat is een oproep ook die breed door deze Kamer wordt gedeeld. En daarom zijn we al lang in dit jaar begonnen met een oproep aan mensen om energie te besparen. Met de campagne Zet ook de knop om, omdat het de snelste manier is om je energierekening te verlagen en op die manier ook een steentje bij te kunnen dragen aan de leveringszekerheid in Nederland. En dat heeft ook effect gehad, want nergens in Europa is er het afgelopen jaar zoveel gas bespaard als hier in Nederland, mevrouw de voorzitter. Maar niet iedereen kan besparen. Want een groep mensen heeft echt grote problemen met het betalen van een hoge energierekening. En er is ook een groep mensen die al niet of nauwelijks in staat is om te besparen, omdat ze al veel langer die thermostaat laag hadden staan. Omdat ze gewoon breder dan alleen een energierekening worstelen met hoge kosten en hun koopkracht. En het kabinet heeft op verschillende manieren proberen tegemoet te komen aan die zorgen. Door op Prinsjesdag een pakket van 17 miljard euro te presenteren. Met onder andere verhoging van het minimumloon. Een zorgtoeslag die wordt verhoogd. En natuurlijk ook dit jaar al maatregelen zoals een extra energietoeslag voor lage inkomens. Een verlaging van de energiebelasting in 2022. En twee keer 190 euro in november en december om mensen tegemoet te komen in die kosten. Maar de belangrijkste maatregel, voorzitter, is het prijsplafond dat ingaat op 1 januari aanstaande. Een prijsplafond voor gas, elektriciteit en warmte waarbij mensen tot een bepaald verbruik een maximumprijs betalen. En voor ongeveer 60% van de huishoudens geldt dat zij dankzij dat prijsplafond straks met hun volledige verbruik onder dat plafond komen te vallen. En dat is eigenlijk de beste route naar meer rust en zekerheid op die energierekening. En ik verwacht ook binnen een aantal dagen samen met de staatssecretaris van Financiën antwoord te kunnen geven op de motie Kops, hoe we ook mensen met een blokaansluiting een financiële tegemoetkoming gaan geven in 2023. En door deze maatregelen, voorzitter, is het aantal huishoudens met een risico op betalingsproblemen wordt gehalveerd. Van 1 miljoen naar 430.000 huishoudens. En daarnaast hebben we nog een aangescherpt afsluitbeleid en komt er een apart noodfonds van de minister voor Armoede en Participatie om ook nog gericht mensen te ondersteunen waar nodig.
Heer Wilders. Voorzitter, dit kabinet snapt de dramatische situatie waar miljoenen mensen in Nederland nu in zitten totaal niet. Uit de antwoorden van de minister blijkt dat hij geen idee heeft, hij gaat er ook niet op in, van het leed in de Nederlandse huiskamers. Ik neem aan, mevrouw de voorzitter, dat deze minister zelf geen problemen heeft met het betalen van zijn eigen energierekeningen, want hij verdient heel veel geld. En ik ga er ook van uit dat bij hem thuis we geen lege koelkast aantreffen, mevrouw de voorzitter. En ook vermoed ik dat het in zijn woonkamer geen 15 graden zal zijn, zoals bij heel veel mensen thuis wel, maar behagelijk warm. Hij vliegt in zijn functie als minister ook naar de klimaattop in het zonnige Egypte om daar een miljardenfonds in Afrika op te richten. Maar ondertussen laat hij zijn eigen volk letterlijk en figuurlijk in de kou staan. Het tegengaan van de opwarming van de aarde vindt hij belangrijker dan het tegengaan van de vrieskou in de Nederlandse huiskamers. Hij heeft ook geen idee hoeveel erger het nog allemaal gaat worden de komende weken, laat staan maanden. Mensen zullen in nog veel grotere problemen komen. Ouderen, gezinnen, kinderen. Voorzitter, dit is het kabinet van de kilte, van de kou, van de armoede. Ze kiezen er bewust voor miljoenen Nederlanders financieel de afgrond in te werken. En dat prijsplafond van u, meneer de minister, is niet genoeg. En het is ook te laat. Doe meer. Maak van die 190 euro energietegemoetkoming 1000 euro per huishouden en betaal dat meteen uit. Zet meteen de BTW op energie op 0%. Doe dat ook met boodschappen. Schaf het eigen risico in de zorg af. Verlaag de huren. Help onze mensen. Dat is uw taak, het helpen van onze mensen. En betaal dat allemaal maar uit, die 100 miljard euro die nu in het klimaat- en stikstoffonds zit. En uit het invoeren van het asielstop. Voorzitter, het is onacceptabel dat wij de hele wereld helpen en onze eigen mensen in de kou laten staan.